Goedenavond, mevrouw. Mag ik uw naam weten? Rietje van Meren. Ik had een vraag aan u. We hebben hier nu een paar dagen rondgelopen hier in Limburg. En dan valt het me op dat je allerlei talen hoort. Je hoort het Limburgs, je hoort Nederlands, je hoort Duits en hier en daar zelfs wat Frans. Is het nou niet ontzettend moeilijk als u hier woont met de scholen en overal? Nee, helemaal niet. Daar groei je gewoon mee op. Thuis praat je dialect en op school leer je Nederlands. En het Duitse is heel erg gelijk aan het dialect van ons, dus dat gaat ook helemaal vanzelf. En hier wonen veel buitenlanders, dus we passen ons aan. Het gaat allemaal vanzelf. Nou, ik vind het maar moeilijk. Ik wilde nog iets vragen. Die pastoor, hè, die was een beetje bang over dat samen zingen. Ik vond eigenlijk dat dat uitstekend ging. Ja, vond ik ook. Nou, gaan we dat weer doen. Ik heb in een boekje hier in de kerk een prachtig lied gevonden. Een lied van Huub Oosterhuis. En dat heet God die ons heeft voorzien. Dat gaan we samen zingen op de melodie van Gelukkig is het land. En de begeleiding is in handen van onze vaste organist Jan Bonevaas. Nadat we onze gasten aan het woord hebben gelaten in het programma, is het nu de beurt voor onszelf, het Nederlandse aandeel. En dat Nederlandse aandeel in het programma bestaat uit 3 onderdelen. En ik ga eerst eens even met jou praten. Nou wist ik net je naam nog, nou weet ik hem niet meer. Zeg het eens. Patricia Ganser. Patricia, zeg, jij bent lid van het jeugdkoor in Vaals. En de dirigent is meneer... Meneer Hans Jussen. Meneer Hans Jussen. Nou ben ik op de repetitie geweest bij jullie. Ik vond hem eigenlijk een beetje streng. Valt dat wel mee? Dat valt wel mee, maar hij kan ook soms wel eens aardig zijn. Kan hij soms wel eens aardig zijn? Oké. Zeg, en wat gaan jullie voor ons zingen vanavond? Kom in mijn hart, beveel gerust uw wegen en kom tot uw heiland. Dankjewel. En dan staat aan deze kant naast me Jan Holterop, ook voor vanavond dirigent van het NCV Blazers Ensemble. Jan, wat gaat het vanavond worden? Vanavond wordt het Choraal Varié van Jan de Haan, gebaseerd op gezang 51. Dankjewel, Jan. En daarnaast staat Twan Kremers. En Twan is dirigent van het Koninklijk, jawel, het Koninklijk Mannenkoor uit Vaals. Zegt Twan, wat mij nou benieuwd is, hoe kom je aan het predicaat koninklijk? Koop je dat of krijg je dat? Nee, dat kun je niet kopen. Het predicaat koninklijk dat vraag je aan, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Je moet dus als koor 100 jaar bestaan, minstens. En je moet dus prestatie hebben geleverd. Wij hebben het gekregen bij ons 125 jaar bestaansfeest. En die prestatie gaan jullie vanavond ook leveren. En wat zal dat zijn? Tuus Petrus, zingen wij. Dankjewel, Twan. Ik zou zeggen, ga jij naar je plaats. Dan wachten we af. Dames en heren, uw aandacht voor het Nederlandse aandeel... Te weten, het NCV Blazers Ensemble onder leiding van Jan Holterop, het jeugdkoor uit Vaals onder leiding van Hans Jussen
En nu eerst het Koninklijk Mannenkoor Sicilia onder leiding van Twan Kremer.